Ik heb meer politie. De zaal is hier pretty vol een beetje, dus... Weggezakt! Ja, weer. Let's do this. Weer dezelfde fout gemaakt. Hey, waar ik slaap, hè? Hij heeft net hier letterlijk geplast. Ik moet de intro opnemen, meneer plast even daar. Dames en heren, vandaag is officieel de dag. We moeten niks in ons leven, maar er zit een beetje... Ik moet er ook geen druk op zetten voor jullie strijders en de hele vakantie en alles. Maar dames en heren, vandaag heb ik officieel mijn praktijk. En hier zit ook trouwens de grootste gummybeer van heel de wereld in. Dus die gaan wij ook vandaag unboxen. Die je letterlijk ook kunt eten. Een grootste gummybeer, wie wil dat nou niet? Maar, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar het regent en stormt vandaag als de mieter. Niet normaal. En ik heb straks praktijkexamen in de storm en regen en onweer zelfs. Dus let's go! Ik moest heel even wat dingen bij elkaar gereed krijgen. Zoals mijn motorhelm, mijn rijbewijs ook heel belangrijk. Dat had ik vorige keer vergeten. Nog net op tijd dat ik hem mee kon nemen. Maar als je rijbewijs vergeet, ja, dan kun je net zo goed gewoon weer naar huis gaan. Je moet dat gewoon bij hebben. Dus ik laat jullie even zien wat wij allemaal nodig hebben voor motorexamen praktijk. Boom, dames en heren. We hebben een helm met GoPro erop. GoPro mag je alleen niet hebben tijdens examen. Moet er gewoon helemaal af. Zelfs de microfoon binnenin. Wordt super streng gecontroleerd. We hebben hier beschermde handschoenen. Bij het AVB had ik ski handschoenen. Mag ik er nog net doorheen? Mag eigenlijk niet, maar ik keek ze heel stiekem aan. We hebben schoenen die tot aan je enkels komen. Dat moet je echt hebben, want anders mag je examen ook niet doen. Ik ging altijd in mijn Nike Patta's. Mooie boeren Nike Patta's. Die helemaal kapot waren door het schakelen. Maar dat mag echt niet. Check daar echt zwaar op. Ja, zulke schoenen mag dus echt niet. Moet echt zulke schoenen hebben tot de enkels. We hebben motorjas. Zwart, oranje, door de helft. Mooi. En alleen nog een beschermende broek. En die ga ik daar halen. Dus wij zijn helemaal ready to go. Vandaag is de dag, dames en heren. Vandaag is de dag dat we hem echt... Ja, we moeten niks. Ik heb beloofd bij mezelf dat ik er niet zoveel druk nu op ga zetten. Maar ik ben Maar dames en heren, als we bedoelen shitregen, dan heb ik het echt over shitregen. Dit valt nog mee. Het is nu miezerig, maar het wordt steeds harder. Vanochtend was er storm. De lens wordt ook nat, zoals jullie zien. Vanochtend was er zware storm. Was ik deze randebiel aan het uitlaten. Later op de middag gaat het gewoon echt hagelen. Ik heb ooit een examen gehad dat ging niet door wegens omdat er ijs en sneeuw op de weg lag. Dat is logisch, maar regen gaat gewoon hopelijk door. Maar als we zijn niet van suikermonster game, ga er gewoon voor, want ik wil vandaag op. Ja joh, ga nu maar ook lekker plassen, hè. Binnen plassen en nu. Jongens, we moeten één backflip gaan doen. Dit is niet handig, maar als ik me verzwik of iets, ik heb zo praktijk. Maar we gaan er gewoon voor. Like even voor de backflip. Oké. 3, 2, 1. Ik ben er ready voor. Ja joh. Mondstupie like die net een mail krijgt van jullie strijders. Ik zit net je laatste video te kijken en ik zag dat je vandaag weer opnieuw komt voor A1. Ik hoop dat je geslaagd bent. Zou ook beter zijn voor de content en zo. Dames en heren, nu is de druk. Ga de druk niet zo hoog zetten. Net als vorige keer. Want maar stel voor, er is geen stel voor. We gaan gewoon slagen. We gaan gewoon slagen vandaan. Maar we hebben ook nog de brommer content. Dus vergeet dat niet, dames en heren. We gaan gewoon slagen. Oei, wat een miesrug weer. Maar dames en heren, beter te vroeg dan te laat. Ik ga nu letterlijk 1,5 uur eerder vertrekken. Als weet ik dat ik toch te laat wil. Let's go. We zitten momenteel in de auto en hier begint de file al, jongens. Oh. Ja. Ben ik nu blij dat ik op tijd ben. Dames en heren, nu staan we gewoon stil. Kijk deze file dan. Ja, dames en heren. Hier voor mij rijdt gewoon mijn motorschool. Hoe toevallig is dit? Wij zijn aangekomen. Ik ga echt dood van de spanningen, jongens. Oh. Doe me echt weer denken aan examens en CITO-toets van op de middelbare. De hele dag al met buikpijn. De motoren staan al helemaal ready. Ze kijken mij ook echt aan van ik wil dat je mij vandaag gaat rijden. Klinkt heel verkeerd. Maar ik weet dat ik moet gaan slagen voor jullie strijders. En allemaal leuk en aardig die motoren. Maar ja, ik moet nog steeds op deze schakelbrommer. Dus mooi. Het is de tweede keer dat ik nu opga. Vorige keer ging ik met jou. Ja. Ik hoop dat deze keer goede kant op gaat. Ja. De puntjes naar aan werken bij je. Feedback die je meekreeg. Wat jij zei, alles prima. Alleen. Alles prima, de voorafstand. Ja, maar ik hoop echt op deze keer al. Alles hoort wel van hand. Nou, gewoon zeker zijn. Als je gewoon normaal rustig rijdt en niet die focus steeds hebt, dan is het gewoon zoveel. Dan kun je veel verder vooruit kijken, veel meer spannen. Ja, dit wordt hem dan, dames en heren. De Kawasaki 125 Daytracker. Ik hoop echt dat ik mijn rijbewijs deze keer al. Maar eerst. Ga ik mij even omkleden, want wat voor randebiel komt met regen en storm in een korte broek aan en in een hoodie alleen. Dat heeft een reden, omdat ik met mijn korte broek in zo'n lange broek ga. Dus dat is wat fijner dan met je onderbroek. Dames en heren, kijk even. Mooie Nike Patta's zoals jullie zien. We hebben wel een mondstoepje onderaan voor extra geluk. We hebben ook een hoodie mondstoep.nl. Schermende kleding, ik ben helemaal ready to go. Nou, het enigste, niet mijn rijbewijs vergeten. En dan kan ik gewoon gaan. En ik merk nou al dat ik continu moet pissen. Echt om 10 seconden, echt dramatisch. Waarom is dat eigenlijk, dat je zenuwachtig bent, dat je sneller moet
plas. Oh ja, en dames en heren, over de giveaway die gaande is op Instagram. Die wordt onthuld wanneer ik de supermoto ga ophalen. Dus de supermoto is bijna klaar. En zodra die klaar is en ik ga hem ophalen, dan gaan we officieel de winnaar bekendmaken van de giveaway op Instagram. Wil je nog meedoen? Check even mijn Instagram. En als dit toch eens niet onze Hans is. Waar is onze Hans? Ik had file, ik dacht ik kom nu op tijd, anders was het echt drama. Als ik een uur van tevoren vertrek, wat normaal is, dan kom ik nog te laat. Op een of andere manier. Dus, ja, nou, nu ben je op tijd. Maar vandaag is de dag, hè. Vandaag gaat het gebeuren. Ja, ik ook. En als het niet gaat gebeuren, dan word je alleen maar rijker van mij. Kunnen we nog lekker meer lessen gaan doen. Ik dacht echt zo van, als het echt stormt en zo, heb je dan ook kans dat het echt niet doorgaat? Want ik had daar ooit een keer met sneeuw en ijs op de weg. Maar dat is niet meer regen en storm echt, hè. Regen niet. Nee. Nee, stel dat het... Als het echt stormt, heb je kans dat ze het aflassen. Ja. Als het gewoon gevaarlijk is en jij kan al... Je bent alleen maar druk met jouw positie te houden... Omdat die motor alle kanten op gaat, omdat het zo hard waait. Ja, en precies. Dan kunnen ze het aflassen. Jongens, kijk even dit dan. Het is helemaal paars geworden. Hoe komt dit dan? Ja, door de handschoenen, denk ik. Oh. Door het leer. Oh, door het leer. Helemaal paars. Ja. Waarom moet ik hier al 00:30 zijn? Helemaal niet om 00:30 te zijn. Je moest hier om 01:15 zijn. Oh. Kijk, dat je 1,5 uur te vroeg. Oh, mooi. Ja. Ben je te vroeg dan nooit? Oké, dames en heren. Het examen gaat officieel beginnen. We beginnen gelijk met belangrijkste, eigenlijk niet het belangrijkste onderdeel. De BRAVOK. BRAVOK, ja. Waar staat de BRAVOK voor? Ik weet waar je op moet letten. Dat is wel een ding, zeg maar. Ik weet waar het op moet... Welke dingen rollen er rond? Ja, wielen. Banden, ja. Banden. Remmen. Remmen, ja. Aandrijving. Aandrijving, ja. De V voor verlichting. Verlichting. Vloeistoffen, veerding. Ja, de O voor... Even denken. De O voor... Olie, dat was het, ja. K staat voor... Koeling. Koeling. Dat was hem. Koeling. Ja. Kan je aan je banden controleren? Het moet minstens 1 mm zijn. Een tieldopje houdt het vel erbuiten. De remmen. Remvloeistof. Dat zit hier. Zie je van je voorrem en achterrem? Nee, alleen voorrem. Nee, dit is alleen voor je voorremmen. Ja, weet ik veel. Jij zegt. Ja. Als jij je voorrem inknijpt in deze motor, ja. Gaat dan jouw achterrem ook werken? Nee. Lekker ingelicht met je vorige examen. Oh, ik heb hem, ja, hier. Nou, heb je hier de achterremvloeistof? Jeetje. Hey, stel dat onze remniveau nu laag is. Wat zal je dan gaan controleren? Ja, het remvloeistof of de remblokken, zeg maar. Waarom ga je die remblokken controleren dan? Kijken of die niet op zijn. Ja. The next day. Nou, hebben we de theorie even goed gehad? We gaan een oortje in doen en we gaan een rondje rijden. Ja. Waarom, als je zenuwachtig bent, moet je zoveel plassen? Ik moet altijd heel veel poepen. Oh, dat is ook een... Ja. Het regent wel, dat is wel shit met gladheid op de weg. Maar dan gaan we gewoon... Het is niet normaal hoe glad dat het nu is. Gewoon nu dat je dit ook weer opnoemt, ben ik gewoon veel banger geworden. Ja. Ik weet ook niet wanneer jij een grapje maakt of niet, hè? Nou, dames en heren, we zijn helemaal ready. We gaan even een testrit doen. Dus zeg maar even inrijden wat altijd gedaan wordt. Maar vorig jaar echt chill was. We hadden echt alle routes gedaan die wij ook hadden gereden als rijschool, zeg maar. Dat is wel echt goed, hè? Ik identificeer mij als rijexaminator. Ik weet ook niet wat ik allemaal zeg nou, maar goed verhaal. Ja, ga naar de GoPro, let's go. Boom, starten we de motor van een vier, dames en heren. De eerste meters van vandaag worden officieel gezet. Het vizier is letterlijk gewoon allemaal onder regendrups. Ik kan het beste gewoon omhoog doen. Jeetje, ik zie echt helemaal niks. Zo, beginnen we gelijk lekker met tanken. Diesel deze keer. Dieseltje erin. Nou jongens, we willen niet weten hoe zenuwachtig ik ben. Bababim, bababoom, badabim, boom, bam. Slap de. Ik vraag me af of Max Verstappen ook motorrijwijs heeft. Denk het wel. Stel voor je zou coureur zijn en je hebt geen autorijwijs. Mag je dan wel op de baan? Ja, dat mag wel. Denk je dat een Formule 1 coureur een autorijwijs heeft? Dat hij dan nodig heeft? Hoeft niet. Nee, want het is vergund terrein. Ja, dat was een instinkertje, hè? Gezakt. Oké, en we zijn weer aan het rijden. Dikke Alfa Romeo daar achter mij, jongens. Boah. Zo, dikke dieselwolk, jongen. Oké, nou we kunnen gassen. We rijden hier op de brug en wat een pokken weer. Ik ben drijven nat. Broek gelukkig niet, maar ik heb mijn eigen motor van Jas. Maar ja, daar gaat kei veel water doorheen. Dus niet waterbestendig. Zo, daar is CBR, dames en heren. CBR hier, oh man. Hoe rustig blijft. Het is maar een C en een B en een R. Dames en heren, we zijn bij het CBR aangekomen. Ik heb meisje en alles aan. Hier gaat het beginnen, jongen. Tweede keer nu. We gaan een zenuwwasplas snel doen. Ja, let's go. Dit is ook zo dramatisch, maar houd ons niet tegen. Ik weet niet of file nou chill of niet bij zijn examen. Heeft hij voor- en nadelen. Kijk eens aan, CBR. Nu gaan we dan. Dames en heren, we zitten er officieel. Spanning stijgt wel, maar gewoon grond. Al zeven keer zitten pissen hier, maar er kwamen net een paar jongens aan me toe die waren al geslaagd. Dus dat was echt leuk. De zaal is hier pretty vol een beetje. Dus ik heb de hele tijd mijn vizier open gehouden. Want als ik hem dicht had, zag je allemaal waterdruppels erop. Op dit moment gaat het worden, hoop ik echt. Dan gewoon relaxed heen. Gaan we ervoor. Let's go. Mag je die even teruggeven? Alsjeblieft.
Ja, we zullen er een voldoende van maken. Oh, dank u wel. Oh, mag ik u een knuffel geven? Nee. Oh, oh, dat was... Oh, een mooie KTM 125 EXC. Oh, dat is een leuk ding, ja. Supermotor wordt dat. Ja, ik hoop niet dat die snel weer in beslag wordt genomen door wheelies, maar... Wheelies? Kan je wheelies maken? Nee, nee. Ik ga niet door. Tuurlijk niet, joh. Ja, we zitten op YouTube. Hey, kom hier, we hebben toch even samen gepraat. Nou, het is easy, jongen. CBR, dankjewel. Ik dacht eerlijk, heel eerlijk gezegd, dat ik niet, dat ik toch niet zou slaan. Wel de zoveel zijwegetjes van rechts en ik dacht echt dat ik daar veel te snel op afkwam. Die weggetjes van rechts, want die moet je voorrang. Ik dacht echt dat ik veel te snel daar steeds op afkwam rijden, zeg maar. Je moet een beetje rechts en dan nog een beetje naar die straat toe rijden, maar dat deed ik helemaal niet. Oh, joh. Nou, dan binnenkort even A2 weer. Ook zo niet slim. Ik begon over een wheelie bij die examinator. Ik kan hier wel om lachen, denk ik. We gaan weer even verder met de schakelbrommer, de 125. Let's go. Het officieel dames en heren. Maar man, hoeveel lessen wij wel niet hebben gedaan? Dat valt ook wel mee. Te veel. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat valt ook reuze. AVB in één keer gehaald. AVD tweede keer. Ik, ja. Maar ik moet ook zeggen, ik had motor ook veel te... Van, oh, dat wordt een easy. Maar het is wel moeilijk als auto. Want je moet echt positie op de weg ook nog doen en alles. Dus er komt veel meer bij kijken. Een A2, waar jij zei, ja, dat kan pas over 2 jaar. Een supermotor nog ophalen en dan kom ik een keertje lang. Dan kan ik hem laten zien. Ja. Maar alles wordt daar gered mee. Dus dat is tuning. Ja. Roze zou mijn eerste keuze zijn. Serieus? Oh, nee, maar dat is vet. Zo'n supermotor helemaal roze en dan angel eye roze. Dat is meisjesacht, maar dat ziet er heel vet uit voor een supermotor. Dan moet je het zien. Dat gaat er echt vet uitzien, hè? Anders geloof mij niet. Nee, joh, dat ziet het er niet. Wel. Oh, ben ik ook van die stronthelm hier. De hele tijd. Ik heb continu geles met dit flappertje zo. Maar jij zei, joh, wat ook grappig was. Ik was klaar. En dus ik keek, zeg maar. Jij kwam eraan met die rij-examinator. Dus Hans zat naast die rij-examinator. Dus ik had hem in het vak ingeparkeerd. Ik weet niet. Volgens mij had ik hem ziet erin gereden met knipperlicht. Niet eens naar achter lopen, maar ik dacht, oh. Ik was zo, ik dacht, ja, dan kan ik toch niet helemaal weer teruglopen. Ik zag jou, hoofd, jij deed een knipperlicht met je ogen, zeg maar. Knipperlicht met je ogen, ja. Dus ik dacht zo van, holy shit. Holy tit, ik ben gewoon geslaagd. toen zag ik het al. Ja. Ja, dat was echt top. Je hebt een nette examen geleerd. Daarom. Hoeveel heb je betaald om te laten slagen? Ik ben gezakt. Ja, weer. Voor de tweede keer. Echt helemaal dramatisch. Nee. Ja. Wat heb je nou gedaan? Ja, gewoon, ik heb een zebrapad. Iemand ging over zebra en ben ik gewoon doorgereden. En natuurlijk 3 keer raden wat hij weer gedaan heeft bij een zijdelingse verplaatsing. Ik heb weer dezelfde fout gemaakt als vorige keer. Ik kan het dan waar ik in 100.000 duik in je auto heb zitten. Ja, dat weet ik niet. Gelukkig. Nee, we hebben geslaagd, jongen. Ja, we hebben geslaagd. Ah. Ja, dan willen we al het maand. Nou, zie ik jullie weer bij A2. Ik krijg nog wat van, omdat ik geslaagd ben. Oh. Logo kan je aan je sleutel hangen doen. Nou, dankjewel, hè. Zien we elkaar nog bij A2. Leuk, man. Yo, yo. Hey, mannen. Dankjewel, hè. Yo. Dames en heren, dat was dan mijn avontuur met motorles. Wat een leuke tijd hebben we ook gehad met het lessen, met Hans, iedereen eromheen. Jongens, de motorschool. We hebben ons rijbewijs. Fucking hell, maat. Oei, wat ben ik? Blij, jongens. Iedereen appt mij ook. Iedereen belt mij ook van, en geslaagd, ik ga vandaag die pranks toch echt volhouden. En we gaan nog de grootste gummybeer van Nederland uitpakken. En we gaan nog even een prank gooien op Romy, dat ik niet ben geslaagd. Let's go to house. Aderen dicht vetto. Middag, welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling alsjeblieft? Yo, doe mij maar een Happy Meal. Ja, met kipnuggets, cheeseburger, hamburger, visburger. Wat cheeseburger? Ja, en had u frietsaus bij de frietjes gewild? Nee, dat hoeft niet. Ik ben geslaagd, hè? Voor de 5,25 mag u doorrijden. Ja, zo, dankjewel. Kom ik aan, een 19-jarige met een Happy Meal. Hi, goedemiddag, kijkers. Dankjewel. Happy. Ja, ik heb hem. Hoi, hoi, tot ziens. Happy Meal, appeltjes, Presti. Hoe kun je een jongen blij maken? Let's go. Zo, dames en heren, Sweet Back Home aangekomen. Hier hebben wij de grootste gummybeer van heel de wereld. Wat op het papiertje staat. Maar eerst even kijken wat er in ons Happy Mealtje zit. Oké, okay, leuk. Serviet, wat frietjes. Mooi. Cheeseburger. Mooi. En we gaan nu naar het film. Ja, voetbal. Als kind vond ik dit veel leuk. Ik ga gelijk even mijn ouders opbellen, want zoals jullie weten ben ik alleen thuis. Mijn ouders heb ik nog helemaal niks verteld, dus die moet ik even gaan opbellen. En ik ga Romy straks ook even kijken. Oh, hij komt eraan! Oh, je hebt nergens goed. Als hij gelijk gaat plassen, heeft hij nergens geplast. Hé, hey, poepie! Het is weer een geslaagde. Ik ben geslaagd. Jij hebt mij gemist, hè? Ja, ik jou ook. Poepie. Oei. Even mijn ouders bellen, kijk hoe die reageren.
Hallo. En? Wat denk je? Geslaagd. Jazeker. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Oh, ik was zo blij, jongen. Niet normaal. Goed gedaan, jongen. Ja, jongen, ik ben blij, jongen. Echt niet normaal, gast. Dan kunnen we eindelijk binnenkort gaan rijden, hè? Ja, maar ik wist ook dat je zou slagen. Dat wist ik. Ja, maar dan kunnen wij binnenkort gaan rijden, hè? Ja, natuurlijk. Morgen. Ja, morgen gelijk. Mijn ouders hebben me verlaten. Die zijn in het buitenland. De openbare weg. Geweldig. Ja, jongen. Zo. Echt leuk. Echt, kom al huilen. Was zo blij, jongen. Wat een regen vandaag, jongen. Maar we got it. Hier zit momenteel de grootste gummybeer in ooit. Oh, ik ga alvast kijken. Oh, je ziet er al een begin. Wauw. Maar voordat wij dat gaan doen, gaan wij eerst... Oh nee, ik heb meer politie. Jongens, no joke. Ik wou even onderweg een cadeautje halen. Wegens wat privéredenen. Maar ik sta hier op een plek. Ik heb mijn gevarenlichten aan en politie komt naast mij. Hele toffe agent, by the way. Ik zei gelijk van, ja, sorry, excuses. Ik moest even snel wat ophalen. Een pakketje, een cadeautje was het ook serieus. En hij zei, ja, mij maakt niet uit. Maar er komen hier heel veel collega's langs en die ga je dan wel beboeten. We krijgen dan snel meldingen binnen. Ja, dat je dan zo snel melding gaat maken. Ja, er staat een auto. Even dat ik 2 minuten iets moest ophalen. Maar echt dik respect naar die agent. Ik ga hem ook gewoon even gelijk even ergens anders neerzetten. Maar het heeft me gelukkig een boete geschild. Dus jeetje. En shout out naar die agent hier in Groesbeek, zeg. Non. Maar dames en heren, wat ik dus zou zeggen. Ik ga nu eerst even Romy pranken. En het regent weer. Wat een pokken weer vandaag. Romy pranken, inkom in. Let's go. De hele dag heb jij niks van je eigen. Ja, weet je hoeveel belletjes en alles ik krijg? Al mama appen. Om te eten. En niet mij. Loop door. Ja. Ik wil het er niet over hebben. Ik wil het er niet over hebben. Ik wil het er niet over hebben. Ik ben weer op 1 fout gezakt. Maar daar kan ik kan... Nee, ik kan wel binnen snel weer op. Dus dat is toch. Ja, binnen een maand. Dus dat is binnen 1,5 maand. Heb je een fout gedaan? Ja, ik heb... Weer dezelfde fout gemaakt. Nee. Jawel. Nee. Ja, het was zo'n... Kijk naar buiten. Het is zo'n pokken weer. Nee, ik lieg niet. Ik lieg niet. Ik kan het zien. Nee, anders doet hij zijn oren omhoog. Ja, anders doe ik al mijn oren. Maar... Ik ben wel geslaagd. Easy geslaagd, jongen. Liegen tegen mij. Easy geslaagd. Dat vind je eng dat ik kan liegen, hè? Zo, hè? Ja. En easy geslaagd. Hij zei dat ik alles goed deed. Gewoon niet eens 1 foutje. Behalve dat ik te lang achter een fietser ging. Maar ik dacht dat het een kruispunt was op nadoen. Maar blijkbaar gewoon een steekje. Nou ja, afstand dus. Nou, nog jij je rijwijs halen, hè? Nog een week. Hier ben ik het echt niet over. Dan ga ik mee, ja? Ga ik zorgen dat ik voor jou rijd, dan ga ik extra langzaam rijden. Tijd. Dus als je ook kijkt hoeveel ik Romy heb genegeerd op app vandaag. Mama, zo, wat heb je nou weer gedaan? Mam dacht dat ik weer iets had geflikt dat je boos op mij was, kan je daarom niet reageren. Wist jij, Romy, dat als jij je rijbewijs niet haalt, want jij gaat nu voor de 2e keer op, hè? Als jij het dan niet haalt, moet 7 weken, hè? Volgens mij, dat is een regel staat daarvoor, hè? Dat als jij weer niet haalt, dat je dan 7 weken moet wachten. En je mag dan niet eerder op als 7 weken. Dat is bij auto, bij motor helemaal niet meer. Maar bij auto is dat echt shit, hoor. Hey, poepie! Dit strikje is wel echt schattig. Oh, poepie. Jongens, kijk eens aan wat een bord gerei vreet ik voor me heb. Shout out naar de moeder van Romy. So, we love you. Ik moet het hondje van Romy uitlaten. Ik identificeer mij officieel als een Karen nu. Het is ook mama's jas. Ik heb dezelfde tasje, zou ik hem pakken? Ik identificeer me als Karen. Nee, ik zie monster. Hey, ik kots hier. Nou, gaan deze lopende cavia even uitlaten. Nou, dit is hoe die nu is. Zo, ik mis Garfield wel altijd als ik bij Romy ben. Want het is altijd zo. Romy heeft het zusje, dat Pomeriaantje. En ik had dus ook zo'n Pomeriaantje. En ik had het broertje, Romy heeft het zusje. Ja. En bij mij is die overleden aan een hartstilstand of iets. Ik heb de uitslag nog steeds niet. Ik hoop echt zo snel mogelijk wat de uitslag van Garfield is. Maar ja, het is toch altijd wel even shit dat je... Het is toch altijd wel even shit dan van dat je zit... Ja, die leeft dan nog wel. Mijn is dood. Het leven is oneerlijk. Maar aan de ene kant, daar word je ook hard van. Weet ik ook weer niet. Met overlijden kun je niet echt hard van worden. Ik heb wel met pijn en zo. Ja, daar word je hard van zus zo. Dat je tegen pijn moet kunnen en alles. Maar tegen overlijden en alles, dat blijft altijd een ding. Maar ja, het leven is hard. Het leven is oneerlijk. Ik word continu helemaal suf gebeld door iedereen. Dus ik ga even nu naar huis toe. Ik hoop niet dat Floos weer alles heeft onderzeken. En dan gaan we de grootste gummybeer ter wereld onthullen. It is time for gun game. Let's do this. Oh, Doran! Pijn aan de oren. Dat is een lachbugs. Nou, dames en heren, we hebben hier de grootste gummybeer ter wereld. De grootste gummybeer ter wereld. Oh, hij is helemaal niet zo groot. Hij is helemaal niet groot. Oh, dat ruikt zoet al, jongen. Ruiken in de verpakking al, hè. Maak hem open, ik wil proeven. Probeer jij een hap te nemen. Het is niet gezond voor tanden, hoor. Dat is best moeilijk eraf te krijgen, hè. Ik vind hem ook niet lekker. Hij heeft hier geen oortjes meer. Allemaal leuk, zo'n gummybeer. Hij is niet kanen. Maar, dames en heren, wat een avontuur.
avontuur was het. En wat een lang avontuur ook met dat motorrijwest. En dan heb ik nog maar eens A1. Ik vind dat wel echt jammer. Die Duitsland zijn de regels veel beter met motorrijden. Want mag je op je 1625 rijden. Maar ja, Nederland be like. Maar dames en heren, laat even zeker een like achter als jij ook je rijwest wil halen. Of je hebt al je rijbewijs. En dan zou ik zeggen, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker bij de Mols Gang Toren. Want nu gaat het avontuur beginnen met de supermotor. Nu gaat de lijpe content shit weer komen, dames en heren. Zo, abonneer zeker bij de Mols Gang Toren. Zou ik super abonneren. En dan zie ik jullie, strijders, in de volgende video. Bye bye.